Heb je ooit een vervelende ervaring met een merk gehad? Wat heb je verdiend met je beste video? Hoi allemaal en leuk dat je kijkt naar deze nieuwe video. Ik ben zoals je ziet niet alleen, want ik ben hier samen met... Floor! Ja, en vandaag gaan we een leuke video opnemen. We gaan een aantal leuke juicy YouTube vragen beantwoorden. Ja. Dus mocht je nieuwsgierig zijn, vergeet dan nu alvast niet je blauw duimpje omhoog te doen. En vergeet je ook zeker niet te abonneren mocht je geen andere video meer willen missen. En laten we dan maar snel gaan beginnen met de eerste vraag. Ja. Oké, okay, zullen we gelijk beginnen met een van de meest juicy vragen? Oké, okay, is goed. Gooi mij. Wat heb je verdiend met je beste video? Ja, dat was een Shein shoplog. Mijn allereerste. Ja, die ging opeens die wat 110, volgens mij nu 110.000 views. Ik dacht echt, wat is dit nou weer? Is dat ook gelijk je best bekeken? Ja, dus ja. Dat was wel grappig. En volgens mij was dat zo uit mijn hoofd €300. Zo. Eén video. Ja. Ja, mijn best bekeken video is dus een unboxing van de Monica Geuzenbox. En die is... Oh, dat weet ik nog wel. Die is 80.000 keer bekeken. Maar ik had niet verwacht dat die video het zo goed zou doen. Dus ik heb hem gewoon even snel gefilmd, snel geëdit, online gezet. En als je YouTube video's maakt, moet die eigenlijk minimaal 10 minuten lang zijn. Zodat je advertenties er nog heb weer in kan doen. Nee, hij is 9 minuten. Oh nee, zonde. En nu is die regel iets anders. Nu is het volgens mij 8 minuten of zo, geloof ik. Echt? Is dat veranderd? Ja, het is veranderd. Oh, dat wist ik helemaal niet. Dus ik had toen gewoon een video van korter. Dus dan komen er vrijwel geen advertenties in. Dus twee, eind en begin en eind. En misschien eentje in het midden. Ja. Nee, in het midden volgens mij niet. Nee, nog niet eens, hè? Nee. Begin en eind. Dus ik ga even kijken, want ik weet het zo niet uit mijn hoofd. Ik heb met die video, ja, moet ik eigenlijk een beetje voor tussen aanhaling tegen zeggen, maar €150 verdiend. Ja. Dus ja, dat klopt ongeveer wel. Maar het is wel grappig, want de een heeft 20.000 views en de ander ook. Maar toch heeft de ander meer, verdien je er meer op. Het is zo, het wisselt echt. Ja. En het ligt er ook aan in welke maand je uploadt. Want als je in december uploadt, dan is je CPM hoger. Dus dan krijg je meer. Dus dan, Het is heel ingewikkeld altijd. Het is heel raar. Wat wil je nog bereiken met YouTube? Ik vind dat eigenlijk heel lastig. Want weet niet, voor mijn gevoel voelt nu zo'n soort mijlpaal als 10.000 abonnees voelt in één keer heel groot. Ja. Terwijl, ja... Dus dat vind ik eigenlijk wel heel bijzonder. Voor de rest vind ik het heel lastig om te zeggen, wat wil ik nog bereiken? Ja, ik vind dat eigenlijk ook wel lastig. Maar aan de andere kant, mij lijkt dus een ideaal beeld als ik, nou ja, afgestudeerd straks ben. Dat ik gewoon werk heb, dus op kantoor zit. Maar daarbij dus eigenlijk een soort van deeltijd, of niet fulltime, maar hoe noem je dat ook weer? Parttime. Parttime, zo. Ja. Ik kwam even niet op het woord. Dat je dan bezig kan met YouTube, zeg maar, als dat kan. Ja. Dat lijkt me echt superleuk. Ja, dat heb ik ook wel. Dat lijkt me echt fijn om te bereiken, zeg maar. Dat je en kantoorbaan en daarnaast YouTube. Heb je ooit wel eens YouTube-video's verwijderd? Oeh, ja. Maar dat is niet omdat ik... Nou ja, ik heb heel veel video's online staan waar ik echt nu over nadenk van... Oh mijn god, haal het eraf. Heel ongemakkelijk. Die beginvideo's en zo, maar dat heb ik allemaal nog staan. Maar ik heb één video verwijderd en dat komt omdat mijn ex erin zat. Oh, echt een vakantieliefdesvideo, zeg maar, met allemaal sfeerbeelden. En ja, dat is natuurlijk niet echt leuk, ook voor mijn nieuwe vriend, om dat dan te zien zo, zeg maar. En ja, dat hoeft niet, zeg maar. Dat komt weg. Precies. Ik heb hem natuurlijk nog wel op de computer, maar op YouTube is het weg. Ja. Nou, ik heb wel een paar van die ongemakkelijke video's verwijderd, omdat ik het gewoon te ongemakkelijk vond. Volgens mij staat mijn eerste video nog wel online. Of ik weet eigenlijk ook niet meer. Wat was je eerste video? Ja, het was zo'n soort beauty box. Niet een glossy box, maar een andere variant. Het was volgens mij By Vicky of zo heette dat toen. Dat was echt een van die eerste boxen toen. En die had ik toen geunboxed. Ze vroeg mij ineens van, wil je een video filmen? En ik had toen nog nooit iets gefilmd. Toen was denk ik, oké. Dus dat was mijn eerste video. Ja. Volgende vraag is, welk product zou je eigenlijk wel willen, maar wil je eigenlijk niet kopen omdat je het merk niet wil supporten? Ik heb dat dus eigenlijk een beetje met Morphe. En dat komt een beetje, want toen zij begonnen ze met die grote paletten. Met al die kleurtjes, al die bruine kleurtjes, felle kleurtjes. En volgens mij zijn ze toen begonnen door gewoon een palet te kopen uit China en eigen logo erop te plakken. Oh echt? Volgens mij wel, maar ik weet dus niet of dat waar is of niet. Maar ik weet dat heel veel merken vroeger dat deden. Zoals Coastal Scents of zo, geloof ik. Die deden dat ook. En toen dacht ik, ja, weet je, ik vind het niet origineel. Dus
het is niks voor mij. En nu hebben ze natuurlijk allemaal hun eigen producten. Mm-hmm. Maar nu heb ik nog steeds niet een gevoel van, oh, het is een heel uniek merk of zo. Dus dat je daar een beetje die ervaring mee hebt gekregen. En ik heb mijn twijfels een beetje bij Jeffree Star tegenwoordig. Ja? Oh, daar hoor je wel meer dingen over. Door de laatste video's en zo dacht ik, ja, ik weet niet of ik iets wil van kopen. Supporten, dus, maar ja, snap ik. Wat vind jij de leukste video's om te maken? Ik weet het wel. Van jezelf? Of Van jezelf, ja. Ja, lastig. Ik ga iets denken wat jij gaat zeggen. Ja, en ga ik kijken of ik goed heb. Okay. Moet ik het zeggen? Ja. Adventkalender unboxing. Ja, dat vind ik wel echt heel leuk nu. Het kan alleen niet het hele jaar door, maar ik vind dat echt heel leuk om te unboxen. Het is ook echt heerlijk om naar te kijken, vind ik. Omdat je gewoon zeg maar niet weet wat erin zit. Nee, dus gewoon het geluid, dat openmaken. Dat ook. Oh, zo lekker. Ja. Maar ik vind ook gewoon shoplogs gewoon heel leuk om te doen. Je kan gewoon lekker laten zien wat je wil laten zien. Ja, dat vind ik ook. Ik heb denk ik ook shoplogs. Dat altijd, maar stiekem toch de herfstvideo's. Weet je wel, die knusse video's. Ja. Daar ben ik echt van. Ja, ik denk dat heel veel mensen van mijn kijkers jou wel kennen en ook een groot deel niet. Ja. Maar jij hebt dus heel veel van die, heel veel van die herfst makeover dingetjes. Ja, klopt. Eigenlijk doe ik van alles. Mukbangs, shoplogs, weekvlogs, van alles. Maar ik weet niet wanneer je dit gaat uploaden. Ja, maar ik denk ongeveer dezelfde tijd als, zeg maar, cozy gaande is. Mm-hmm. Maar dan heb ik inderdaad allemaal herfstvideo's, knusse video's, unboxings. Ja, het is helemaal gezellig. Helemaal verloor. Ja. Dus dat heb ik. Eigenlijk. Ja, dat vind ik dus echt wel heel leuk om te zien. Ja. Ja, gewoon dat je dat kijkt en dat je denkt, oh, heerlijk. En dat je spontaan zin hebt om een theetje op de bank te gaan drinken. Dat, ja, precies. Dat is top. Ja. En wat vind je dan de minst leuke video's om te maken? Dat je denkt, okay, ik vind het eindresultaat leuk, maar eigenlijk heb ik niet zoveel zin in. Oh, dat vind ik best lastig. Nou, ik heb dus wel met shoplogs vind ik heel leuk om te maken. Ons. De try-ons. Ja, daar zat ik ook over na te denken. Dat is inderdaad, dan moet je alles aandoen. En ja. Het is natuurlijk leuk om al die kleren en zo te krijgen of te kopen en aan te doen. Maar omdat ter plekke allemaal achter elkaar Het eindresultaat is dan leuk. Ja. Maar als je dan iedere keer moet passen en dan ben je een soort van weer buiten adem. Ja. Als je weer het andere kleren aan hebt. Daar ben ik het mee eens. Ja. Ik denk dat het inderdaad bij mij ook is. Ja, dat denk ik ook. Try-ons. Verder vind ik het helemaal geweldig hoor. Maar ja. En ook, ik doe heel vaak ook nog close-up of shots ertussen. Ja, dat doe jij inderdaad. Ja. Ook en met make-up dingetjes. Ja, met je adventkalender doe je dat ook. Ik vind dat gewoon echt een aanvulling voor je video, zeg maar. Maar als ik het moet filmen, denk ik, oh, ik heb er echt helemaal geen zin in. Ik wil het gewoon niet. Maar denk ik, ja, ik moet het toch even doen, want het eindresultaat vind ik dan leuker. Dus ja. Ja, ik ben het mee eens. Heb je ooit een vervelende ervaring met een merk gehad? Oeh, nou, niet met een merk, maar wel met een blogbureau. Voor corona allemaal gebeurde eigenlijk. Toen was ik heel enthousiast gemaakt over een blogbureau. Ik zal geen namen en zo noemen. Een blogbureau dus. En ja, goed, heel verhaal, maar die hadden me enthousiast gemaakt om bij hun te komen. Heel netjes verhaal, mailtje, alles, contract, alles gedaan. En gelezen, naar mijn vader doorgestuurd, even laten checken, weet je wel, toch? Mm-hmm. En nou, top, gaan we doen. Dus ik naar de KVK, mij inschrijven als ondernemer, weet je wel. Oh, zo, je had het echt speciaal eigenlijk daarvoor? Speciaal daarvoor, want dat zou uiteindelijk beter zijn, bla bla. Mm-hmm. Ik ga er even snel doorheen, dat je het niet te veel detail. Precies. Maar dus ik had dat gedaan. Ik was helemaal blij. En dat was dan een nieuwe stap, zeg maar, toch in mijn YouTube-wereldje en zo. Ja. Maar toen kwam corona. En toen heb ik nooit meer wat van ze gehoord. Echt? En toen, heb ik heel vaak gemaild van, goh, hoor ik nog wat? Weet je, gaat het nog door? En ja, ik wil het heel graag. En allemaal mailtjes gestuurd, nooit wat van gehoord. En echt 4 maanden later of zo heb ik toch nog even een mailtje gestuurd met dat ik er heel erg van baal. Dat ik speciaal voor hun eigenlijk me heb ingeschreven bij de KVK. Yeah. En dat ik me nu weer ga uitschrijven, want dat heeft niet voor mij heel veel nut. En dat ik het gewoon een beetje onprofessioneel vind hoe ik ben behandeld. En daar heb ik eigenlijk per direct een mailtje op terug gehad van sorry. En het kwam door corona dat we een nieuw kantoor konden. En dat snap ik. Maar ik weet niet. Het was niet een fijne omgang, zeg maar. Dus dat is het enige. Maar qua merk of zo niet per se. Jij? Ja. Ik wel iets, denk ik. Dat is dat ik een... Het was een hele leuke samenwerking met een merk. Ik zal het merk ook weer niet noemen. Maar ik zou ook niet te veel in detail treden. Anders kan je het weer achterhalen. Maar het was een hele leuke samenwerking. En ik zou eerst ik moet even niet te veel zeggen. ik zou eerst iets via de post krijgen. En daarmee kon ik dan verder mijn video filmen. Om de video uiteindelijk af te krijgen. Dus we hadden helemaal een soort contract doorlopen en allerlei afspraken gedaan. En wanneer het online moest komen en wanneer ik dingen moest aanleveren en zo.
En ik kreeg het product maar niet binnen. Nee. Dus ik maar wachten en wachten. En toen was er ook nog vertraging met de post. Dus het duurde allemaal heel lang. En toen had ik het uiteindelijk binnen. En toen was het in één keer... ik probeer nog mailcontact te hebben. Zo van, nee, kan de datum eventueel niet later? Want ik bedoel, ik had het product 3 weken geleden al zeg maar binnen moeten krijgen. Ja, het was een hele uitgebreide video. En ik had het product binnen. Maar ik moest zelf ook nog gewoon werken. Dus ik had gewoon vrijwel geen tijd. Toen heb ik in de avond heb ik alles gefilmd. En ja, ik vind zelf de kwaliteit niet heel erg top geworden. Maar ik had echt, nou, 2 uur voor de deadline moest ik alles nog filmen. Omdat ik het pas die dag binnen kreeg. Dus, Dat is wel echt slecht hoor. Ja, dus dat vond ik wel vervelend. Ja, ik snap op zich ook dat het werk of dat het merk ook een deadline heeft. Ja, maar toch een beetje flexibiliteit. Ja. Ja, dus dat voelde wel echt zoiets van... Ik had eigenlijk 3 weken voor die hele video. Dus ik dacht, dat wordt een hele leuke video. Uiteindelijk had ik gewoon 1 dag. Dus, ja, dat is wel duur. Ja. Ja, en dan kun je ook niet alle tijd geven aan die video wat je... Nee, dus ja, dat was wel even vervelend. Maar ja. De volgende vraag is, heb je dingen van andere creators die jou soms kunnen irriteren? Misschien dan toch elkaar een beetje nadoen, denk ik. Want ik zie heel vaak gewoon, niet per se bij mij, maar dan zie ik iemand die een bepaalde stijl heeft. En dan zie je Pietje die ook die stijl opeens heeft, weet je wel? Dat je denkt, ja, dat irriteert mij niet. Lijkt me gewoon irritant voor die ander ook. Ja, oké. Okay, ja. Ja, ik heb nog wel iets wat me een soort van irriteert bij anderen. Maar dat is wel een soort van meer in het blogwereldje dan YouTube, denk ik. Dat is dat mensen een product opgestuurd krijgen. En dan is het bijvoorbeeld een huidverzorging of iets voor je haar of zo. En dat ze dan binnen 2 dagen de review al online hebben. Voor bij wijze van de views. Maar dan denk ik... Heb je het nog niet echt kunnen testen? Nee, je weet niet wat je van het product vindt, lijkt mij. Dus maar op YouTube heb je dat tegenwoordig niet heel veel, heb ik het idee. Nee. Maar ik heb dan wel bijvoorbeeld waar ik aan mezelf echt aan irriteer, is dat ik echt bepaalde stopwoordjes heb. Maar ik kan er echt niks aan doen. Het gebeurt gewoon. En dan zeg ik top en enig en, en geweldig en helemaal leuk en nou ja, allemaal van die stopwoordjes. En dat zeg ik dan zo vaak en dan denk ik, oh Floor, stop, weet je wel. Maar ik heb dat soms gewoon ook. Ja, ik heb het heel vaak met, ik ben benieuwd, zoals met die adventkalender. Dan laat ik iets zien en denk ik, oh, ik ben heel benieuwd hoe dat gaat werken. En denk ik, oh, ik heb het alweer gezegd. Ja. Maar ik krijg daar geen reacties op. Dus dat vind ik dan wel ik heb wel eens, je zegt echt vaak, oh wat top. Of weet je wel, dan denk ik, ja, sorry. Ja, dat is gewoon echt mijn stopwoord. Je kan er niks aan doen. Nee. Heb je een keer iets gekocht door influencers, is een vraag. Ja. Ik best wel vaak eigenlijk. Ja, ik ook. Maar ik zit wel te denken, wat heb ik ooit gekocht? Kleren. Heel veel kleren. Oh ja. Oh, deze trui. Denk ik, oh ja, die moet ik hebben. En dan bestel ik heb ook wel veel make-up eigenlijk. Zoals, ik heb een Huda Beauty palet, die heb ik gekocht. Omdat ik hem heel veel zie bij anderen. En ik heb ook wel meer, maar ik weet het zo even niet eigenlijk. Ja, ik heb het eigenlijk vooral met kleren. Maar dan vooral door shoplogs of zo. Ja, of gewoon de weekvlog dat iemand een pakketje openmaakt en die heeft dat besteld. En dan denk je, oh ja, mooi. Ja, precies. Super. Ik heb nu de laatste tijd best wel vaak een reactie gekregen dat mensen het horloge hebben gekocht, wat ik ook heb. Oh, wow. Ik heb dan een smartwatch en ik ben er zelf echt heel blij mee. Ik krijg er ook mega veel vragen over. Oh, wat grappig. Ja, ik heb dus best wel vaak reactie gehad van, oh, ik heb hem ook gekocht naar aanleiding van een video. Dus dat vind ik wel heel grappig. Maar je ziet er ook heel anders uit dan een normale daarom heb het lijkt echt gewoon... Ja, super vet. Ja, het is gewoon zeg maar een normaal horloge voor het oog. Maar het is dus een smartwatch. Ja, precies, niet pas. Nou, dat was ook gelijk weer de allerlaatste vraag. Het is dus een beetje een ander soort video dan normaal. Maar ik hoop dat je het leuk vond om te zien. Mocht je ook nog onze andere video bekijken, dan staat die op het kanaal van Floor. Ja. Ik weet niet wanneer we dit allemaal uploaden, maar... Komt allemaal goed. Ik zal alles linken in de beschrijving. En dan wil ik je voor nu bedanken voor het kijken. Vergeet de video geen blauw duimpje omhoog te doen als je het leuk vond. En dan zie ik je heel graag de volgende keer weer. Yes. Doei!